Het is wel een liedje wat veel op school bij verjaardagen gezongen wordt en wat door veel mensen uit de Aziatische gemeenschap als vervelend wordt ervaren. Dus we hebben er ook wel eens klachten over gehad. Of het racistisch is, vind ik een lastige vraag. Dat hangt af van je definitie van racisme. Maar in juridische zin denk ik niet. Maar ik snap wel dat mensen er problemen mee hebben en graag van dat liedje af willen. Asian Rising vindt dat het lied laat zien dat Aziatische racisme genormaliseerd is in Nederland. Met de campagne Stop Hanky Panky Shanghai wil de organisatie het lied verbannen en bewustwording creëren bij de mensen. Dat zie je ook inderdaad met het Zwarte Pieten, wat mensen zeggen over de Zwarte Pieten en zo. Met Sinterklaas, dan ben je eigenlijk nog kind, dus dan ben je daar niet zo mee bezig. Persoonlijk kan ik wel begrijpen dat het voor de mensen die het racistisch vinden, dat het racistisch overkomt. Omdat het natuurlijk wel een bepaalde doelgroep aanspreekt. Hanky Panky Shanghai, dat is dan toch wel, vind ik dan toch wel racistisch voor de wat oudere mensen. Maar ik snap inderdaad dat de wat jongere kinderen die daar nog niks mee te maken hebben, dat voor hun eigenlijk nog helemaal niks betekent. Nou, als het mensen pijn doet, is het natuurlijk vervelend, maar het liedje is gemaakt voor kinderen. Die niet dat kinderen heel snel een link maken met racisme en zo. Maar ik ben het er aan de ene kant mee eens, aan de andere kant ook totaal niet. Maar ik snap dat het voor de wat oudere mensen dat het dan wel wat meer, wat aankomender is. Omdat het gaat toch wel over een bepaald iets. Zelf vind ik niet zozeer dat mensen het racistisch bedoelen als het zingen. Maar ik kan wel begrijpen dat mensen het racistisch vinden. In algemene zin bij discriminatie gaat het niet zozeer om de bedoeling van mensen, maar op het effect dat iets heeft. Dus als veel mensen dat als vervelend ervaren, vind ik dat we daar op een serieuze manier met elkaar over in gesprek moeten. Denk er eens over na wat je daar eigenlijk mee doet en praat eens met mensen van Aziatische afkomst wat zij van dat liedje vinden om een keer een ander perspectief te horen.